Over iets heel anders. Maar op de TU in Eindhoven werd een rigoureuze maatregel aangekondigd. Dat is weinig mensen ontgaan. Ze nemen de komende 1,5 jaar alleen vrouwen aan. En op die manier moet de man-vrouw balans een beetje recht worden getrokken. Want er werken nog erg weinig vrouwen op de universiteit. Er schijnt op de campus een damestoilet te zijn dat in 1994 voor het laatst is gebruikt. En dat was door een verstrooide mannelijke professor die alsnog staand geplast heeft. Goed dat er wat gebeurt dus. Veel mensen blijken het er ook mee eens te zijn. Al blijft er een groep mannen die erop wijst dat dit net zo goed discriminatie is. Dat mannen en vrouwen dezelfde kansen zouden moeten krijgen. En dat je niet op basis van geslacht ineens mensen kan gaan buitensluiten. En die mannen hebben natuurlijk ook volkomen gelijk. Wat een prachtige en onvoorziene bijwerking van deze maatregel. Hele hordes mannen die zich hard maken voor gelijke kansen op de werkvloer. Zo zie je maar. Je moet ballen hebben om zo'n beslissing te nemen. Sorry, dat is misschien niet de beste uitdrukking. Maar normaal gesproken gaan dit soort dingen geleidelijk. Er komt een commissie kansengelijkheid en genderinclusiviteit. Die gaat een jaartje rondneuzen. Ontdekt dan dat er meer mannen dan vrouwen werken. Komt met een niet al te ambitieuze doelstelling. Iets als over 10 jaar moet zeker 15% van de medewerkers in de C-vleugel vrouw zijn of een vrouw kennen. En concludeert 10 jaar later dat dat helaas niet is gelukt. Waarop een nieuwe commissie het nog maar een keer gaat proberen. En nu blijkt er een bijzonder eenvoudige manier te zijn om meer vrouwen op de werkvloer te krijgen. Meer vrouwen aannemen. Het feit dat deze beslissing door zowel voor- als tegenstanders radicaal wordt genoemd, zou alarmbellen moeten doen rinkelen. Als iets doen aan een probleem in plaats van erover vergaderen als radicaal wordt beschouwd, gaan we natuurlijk nooit meer 1 stap vooruit komen. Zo was er onlangs veel lof voor de KNVB, die de vergoeding voor de vrouwen gelijk wil trekken met die van de mannen. Niet door die van de mannen te verlagen. Stel je voor, Frenkie de Jong moet natuurlijk wel gewoon boodschappen doen en Barcelona is een dure stad, maar door die voor de vrouwen te verhogen en geleidelijk in 4 jaar tijd. Wat ingewikkeld is aan iets vandaag nog gelijk trekken, weet ik niet, maar het bewijst maar weer dat de lat voor een radicale beslissing niet bijzonder hoog ligt op het moment. En als we dan toch bij het voetbal zijn, gisteren werd Michel Platini verhoord over de toewijzing van het WK aan Qatar. En ik las in een bijzin dat er inmiddels 1400 arbeiders zijn omgekomen bij het bouwen van de stadions in die woestijn. 1400 doden. En hoewel iedereen dat vreselijk vindt, weten we natuurlijk ook allemaal hoe dit gaat aflopen. Dat WK gaat door, maar op de feestelijke opening zullen een aantal staatshoofden ontbreken. En dat zal algemeen als een statement worden beschouwd. Terwijl een echt statement natuurlijk pas zou zijn als de top 32 van de FIFA-rang samen zou besluiten dat ze liever zelf een toernooitje organiseren in een land met Arbo. En dat dan alle voetballers 2 rouwbanden dragen, omdat je anders niet aan de 1400 rouwbanden komt. En dat in Qatar dan een half leeg stadion moet kijken naar een training van het nationale elftal. En dat Michael van Praag daar dan bij is en twittert dat het indrukwekkend is. Radicaal? Mwah. Een toernooi organiseren ten koste van 1400 doden lijkt me aanzienlijk radicaler. Hoe graag sommige mensen je ook doen laten geloven dat dingen heel ingewikkeld zijn, soms zijn ze verbazingwekkend simpel. Je hoeft alleen maar iets te besluiten. Deze week bleek het ijs in Groenland zo snel te smelten dat zelfs de kapitein van de Titanic er waarschijnlijk zonder kleerscheuren doorheen zou komen. En als je dan weer denkt aan al het geneuzel over draagvlak en klimaattafels en energietransitie en akkoorden van Parijs en vage doelstellingen voor 2050 voorbij ziet komen, denk je, kan het nou echt niet een beetje radicaler? Is er nou echt niks te bedenken waar we morgen mee kunnen beginnen? Een of andere technologische fonds die ons kan helpen een beslissing te nemen die echt zoden aan de dijk zet? Misschien kan iemand op de TU Eindhoven wat verzinnen. Of zouden we dan toch nog even moeten wachten tot de vrouwen het daarvoor het zeggen hebben?